KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Joke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Zo, eerst nog even een lekker bakkie. Ja, lekker kind. Hoe laat begint het eigenlijk? 8:15. Maar we moeten bij tijd weg, anders kunnen we niet voor de deur staan. Het is toch wat met het parkeren tegenwoordig, hè? Ja, ze hebben toch van die meters geplaatst. Het maakt de mensen niks uit. Het staat altijd vol. Kost dat nou? Een 15 minuten per uur? Nee. Jazeker. Dus dat komt er ook nog bij? Nee, na 6 is het vrij. Oh, nou, gelukkig maar. Het was toch wel een rip uit je lijf. Maar dat viel wel mee. We zitten frontbalkon. Dat is het enige wat ik nog kon krijgen. Die kostte maar 3,75. Oh, nou, in luxe zit je eigenlijk overal goed. Mm. Ja, hoor. Maar die foyer, dat is niks. Nee. Blijven we gewoon zitten in de pauze? Doen we. Als 1200 mensen allemaal een kopje koffie gaan halen, ben je aan de beurt als het afgelopen is. Dat het zo succes heeft, hè? Ja. Annie Schmid en Harry Banning. Ja, ja. En het is een soort operette. Nee, musical. De eerste Nederlandse musical. Echt waar? De mensen die meedoen, hè? Connie Stewart. Oh, die is van Mimosa uit de showboat. Ja. Die toch? Die. Goedenavond. Dag, Jaap. Dag, jongen. Waarom weet ik daar niks van? Dat wist je wel. Niet dat ze je op kwam halen. Maar hij heeft toch de auto? Des te erg. Ik ben blij dat mijn bus veilig in de garage staat. Ik ook. Het is toch een schande dat iemand van jouw leeftijd nog een rijbewijs mag hebben, terwijl er is openbaar vervoer genoeg. Ja, bij mij kom je er niet in. Je eten staat op het oliestelletje. Wil ik het daarmee doen? Ik kan ook naar het Witte Paard gaan. Of naar de Valstaf in het Rijnhotel. Spot er maar mee. Deze jongen heeft de hele dag zitten buffelen. En waar wordt hij mee afgezet als hij thuis komt? Italiaanse vermicelli. Ga je heel mooi van zingen. Macaroni met ham en kaas. Vorige week vond je het heerlijk. Vorige week is nou niet. Ik heb de hele dag zitten hopen op een kruimige aardappel, gehaktballetje, appelenmoes. Het is toch zo'n fijn proever. Maar nee, mijn vrouw moet naar de Luxor, naar een musical. Leuk, er schijnt nog een Turk in voor te komen ook. Erg, hè? Ja, Simon, die is naar de première geweest in Amsterdam. Daar komt het allemaal weer vandaan. En die dochter, die schijnt het te houden met een gastarbeider. Nou, uit de brandbeen. Ja, ga het verhaal een beetje zitten verraaien. Oh, nou, Nel staat erin, hoor. Hier, gezagd een enthousiaste medewerker voor onze wasseretten de Vringer. Voor 2 in de week, brieven onder nummer, enzovoort, enzovoort. Eens kijken. Kennen jullie het niet aan met z'n tweeën? Nou, Nel is eigenlijk de enige werknemer, hè? Want ik ben natuurlijk de baas. Nou en? Nou, ik ben er meer voor de presentatie, hè? Om de gasten te ontvangen en de koffie en zo. Zo, zo. Doe maar duur. Nee, dat zit bij de prijs inbegrepen. We rekenen 3 koppen koffie per persoon. Zoveel drinken ze toch niet? Natuurlijk niet. En daar verdienen we dus aan. Slim. Nou, het zal mij benieuwen, maar ik zou het heel prettig vinden. Is het zo druk dan? We zitten op zo'n 250 wassen per week en ik sta er meestal in mijn eentje voor. Maar jullie zouden het toch met z'n tweeën doen? Ik heb de advertentie toch gezet. Ja, kom meiden, we moeten gaan. Inderdaad, kind, anders dan kan ik pas parkeren bij het Centraal Station. Ja, we gaan hoor, we zijn om 12:00 weer thuis. Oh, en ja, de VTRO is met Elliot Ness. Je denkt toch niet dat ik naar die Amerikaanse kwats ga zitten kijken? Ik ben een Hollander, hoor. Dat is waar, Hollands welvaart in optima forma. Als je mij maar genoeg macaroni voorzet, gaat dat vanzelf over.
Jappie, Joop. Zo, Joop, moet je naar een receptie? Nee, naar Zevenbond. Hé? Sunderbal, man. Italia. Grandioos. Nog meer Amerikaanse flauwekul. Dat is Engels, hoor, Jaap. Als je maar niet denkt dat ik meegaat. Nee, jij moet op de kleine passen. Hij is fijn. Nou, slaap als een roos, babyfoon staat op. Komt het dan nooit eens in jouw kop op dat het voor mij misschien wel eens gezellig zou wezen als we eens een keertje samen gezellig met z'n tweetjes zouden zijn? Nee. Fijne vriend ben jij. Vindt 007 belangrijker als mijn. Nou, wat dacht jij dan? James Bond, momenteel de man die de toon aangeeft. De man die de toon aangeeft. Vorige week nog, hij schold in de Bruin in Rotterdam. Hij heeft een heel artikel erover geschreven. Dat lees ik toch niet. Nou, zonde hier komen, want dat is helemaal sociologisch onderbouwd. Sociologisch onderbouwd. Ja, het fenomeen James Bond in demonische karakter herkent mijn eigen onrust. Dat stond erboven. Kijk toch uit, Simon, het is allemaal flauwekul. En het is nog niet eens allemaal echt gebeurd, ook nog niet. Zou je hem hebben? Huib Scholten. Nee. Meneer Harms, hè? Hé? Je hebt me uitgenodigd. Je hebt me al 5 keer gezien. Oh, ja. Fijne avond. Hij is fijn. Nou, ik zou het helemaal niet erg vinden, hoor, als kleine Jaapie later met een Turks meisje thuis kwam. Als ze maar schoon is, op de lijf. Nou, dat moet je niet onderschatten, hoor. Er zijn natuurlijk hele grote verschillen. Cultuur en zo, en godsdienst. Godsdienst? Ja, natuurlijk. Ze zijn toch Mohammedaans? In Turkije is toch iedereen katholiek? Wat kom je daar nou bij? Sinterklaas komt toch uit Turkije? Uit Spanje, zus? Nee. Hij is officieel de bisschop van Myra. En Myra ligt in Turkije. Bij ons in Emmekompaskum was oom Tjedde natuurlijk altijd de Sinterklaas. En dat speelde hij dan altijd met een tulband op. Joh. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Mag ik u complimenteren met uw oogverblindend schoongepoetste wasseretten... met de uiterst toepasselijke naam, de Wringer. Nou, dank u wel. Bent u Turk? Zus. Inderdaad, mevrouw. Mijn naam is Osman Yilmaz. Ik ben geboren in Kars, in het uiterste oosten van Turkije. Ik ben op 4-jarige leeftijd verhuisd naar Istanbul... alwaar mijn vader een betere betrekking kon krijgen. Oh. En u heeft geen was bij u? Nee. Ik kom voor de advertentie. Ik hoop dat de dames het mij niet euvel zullen duiden dat ik meteen naar de Wringer ben gekomen. Ik heb het adres opgezocht in het telefoonboek van Rotterdam. Dat is heel goed. Heeft u ervaring met dit genre? Jazeker, ik heb tot mijn 30ste gewerkt in het badhuis van Istanbul. Oh, nou, dat is net zoiets. Ik kan bovendien uitstekend strijken. En ook het waspoeder, zoals daar zijn. Homo, radion, persil en ook biotex hebben voor mij geen geheimen. Daar ik in mijn pensioen Ankara in Schravenzande altijd voor al mijn landgenoten de was doe. Ah, u woont in Schravenzande? Daar er tot nog toe voor mij geen werk was in de wasbranche, was ik genoodzaakt tomaten te gaan plukken in het Westland. Wat ik overigens heel graag doe. Ook het agrarische werk heeft zijn charmes voor mij ontwaald. Maar toen mij deze advertentie onder ogen kwam, begon het toch weer te kriebelen. Nou, hij is in ieder geval niet lui. En dat kunnen we van jou niet zeggen. Als ik deze betrekking kan krijgen, 2 dagen in de week, gaat mijn inkomen er aanzienlijk op vooruit. En kan ik mijn vrouw en kinderen over laten komen. Ach, die wonen nog in Turkije? Jazeker. Ik ben erg eenzaam. En ook zij missen hun vader en echtgenoot heel, heel erg. Meid, het is nog erger dan in Heerlijk duurt het langst. Oh, maar toch heb ik erg genoten van de voorstelling. Die heeft u gezien? Jazeker. Er was een try-out in Schravenzande en daar zijn wij met z'n allen naartoe gegaan. Het is niet waar. De muziek van de onovertroffen Harry Banning. En het spel van Connie Stewart. En dan de glasheldere regie van Paddy Stone. Het is een aanrader voor de hele Turkse gemeenschap. Ja, en ook vooral omdat het daarover gaat, hè? Oh ja, joh? Het is heel geduurd van Annie M.G. Schmid om het heikele onderwerp van het gastarbeiderschap aan de orde te stellen. Wanneer kunt u beginnen? Nu meteen.
Als u mij toestaat, nu meteen. Oh, nou, heel erg graag. Zeg, Nel, als jij meneer even wil inwerken, ben ik naar de schoonheidsspecialist. Ja, hoor. Maar dat heeft een mooie vrouw als u toch helemaal niet nodig? Zij wel. Als ik niet beter wist, dan zou ik denken dat u daar net vandaan kwam. Dios, man. Nou, meneer Hielman, dit zijn de machines. Osman, zegt u toch Osman? Osman, dit zijn de wasmachines. Dit hier is de droger, is heel handig. En hier is de vouwtafel. Heel praktisch opgesteld, allemaal. Maar zo'n 17 jaar geleden zijn ze ook al met zo'n ding in de weer geweest. Maar dat was toen de tijd voor de prins Ali Khan. Dat Ali, het is niet waar. Ja, die schijnt er ook niet te kennen zwemmen. Dat vind je stap de scheil over uit. Oh, u kent hem? Wat heet, wij zijn buren op Sardinië. In Porto Cervo grenzen onze landgoederen aan elkaar. Moeder heeft hem meerdere malen uit de zee moeten halen. Oh, nou fijn, toen zijn ze dus ook al met zo'n ding proberen te ontwerpen. Maar nou enkel met James Bond is het pas gelukt. Ja, en hoe? Ik denk dat ik ook zo'n delfino aan ga schaffen. Een delfino. Aha. Ja. En ik ken u daar lekker mee in het sportvossenbad. De verneveringtje stokvis. Ik gebruik hem in de Tyreense Zee, hè. Met zo'n motortje zwem ik in één rak naar Corsica. Ja. Hier zou ik dus de foto. Hoe kom je daaraan? Die heb ik gekregen van Sean Connery persoonlijk. Dat komt bij mijn artikel in de Bruine Rotterdammer. Zij is geen geweldige actrice, hè? Die Claudine Auger. Nee, maar dat hoeft ook niet bij een Bondgirl. Nee? Nee, nee, dan gaat het er veel meer om dat James op ter val. Ah. Hier zo staat bijvoorbeeld, ze heeft iets van een tijgerin. Haar felle oogopslag gaat je door merg en been. Ja, dat heeft hapjes soms ook, hè? Vooral bij volle maan. Dan moet ik hem altijd opsluiten in zijn boudoir. Heel verstandig, meneer Harmsen. Trouwens, ik vond hem goed, Thunderbolt. Ik vond hem heel goed, maar Dr. No blijft voor mij toch nog de nummer 1. Hoor. Maar muziek is Goldfinger het mooiste. Charlie Bassett. Goldfinger. She's the one. The one who is the gold. Ja. Nou, vriendje Stokvis. Koeiman heeft net zoveel van James Bond als zaadje van Oli B. Bobbel. Maar een fan hoor, meneer Harmsen. James Bond kan je me midden in de nacht voor wakker maken. Nou. Gisteravond ook nog. Hij was me wat graag meegegaan, hoor. Ja, ja, ja. Maar ja, ik had mijn verplichting, hè, meneer Harms. Ik moest op de kleine passen. Oh, dat siert je, Kooiman. Ja, het is natuurlijk een kind van Simon. Maar ik zeg tegen hem, nee, ik zeg, vanavond heb meneer Harms jou uitgenodigd. Andere keer nodigt hij mij weer eens uit. Nou, Kooiman, daar zou ik maar niet op rekenen. Dat niet, natuurlijk. Smaak eens een beetje, meneer Harms, hè? Nou, eigenlijk niet. Wat is dat wat erop zit? Kopvlees, meneer Harms, hè? Wil je dat dan voortaan roastbeef opdoen? Ik zal het doorgeven, hoor, meneer Harms, hè? Meneer Harms, even terug naar de advertentie, hè? Die gaat dus als volgt. RET vraagt groepschef voor remise Kralingen. Een vorstelijk salaris, ruime dienstwoning met riante tuin op het zuiden, brieven onder nummer, enzovoorts, enzovoorts. En die komt er deze week in? Jawel, hij wordt vanmiddag gedrukt, vanavond is hij klaar. Ik weet zeker, vriendje Stokvis, als deze advertentie verschijnt, dat ik dan de juiste kandidaat zal krijgen. De Rioolkrant is tenslotte een blad voor de elite. Dat dacht ik ook. Ik zie het met vertrouwen tegemoet. Anders ik wel, meneer Harms. Simon, dit is mijn grote kans. Ik moet die functie. Ja, maar jij leest de Bruine Rotterdammer toch niet? Kom je daarbij? Je zit er altijd op de katten. Ja, nee, ja, Simon, dat is om jou een beetje te plagen. Dat is niet serieus. Nee, ik speld hem altijd van voor tot achter. Jo. Ja, Simon, nee, op de beurs ook. Ik roep altijd, heb iedereen de Bruine Rotterdammer al gelezen, hè? Ja, nee, het is mijn lievelingskrant, Simon, hè? Alles altijd sociologisch onderbouwd en zo. Enigste is, hoe kom ik ertussen? Waar tussen? De kandidaat. Oh. Hoe word ik de kandidaat? Gewoon reageren. Ja,
Ja, ja, ik ben met mijn ervaring natuurlijk sowieso de geschiktste. En Harmsen is altijd enorm van mij geporteerd, dat weet jij natuurlijk ook wel. Maar ik wil toch een beetje verrassend uit de hoek komen. Verrassend? Ja, dat hij niet meer om me heen kent. Ja, ja. Dus? Bedenk iets! Er is nog maar je campus! Ik ben al lang bezig, man. De raderen draaien, hè? Hebbes. Peek en Kloppenburg. Hé? De Bruyne van vorige week, advertentie 007 première bij PNC. James Bond kostuums. Ontworpen speciaal door Anthony Sinclair, de verfijnde kleermaker van James Bond himself. Jij moet solliciteren als James Bond. Natuurlijk, Simon. Zo pakken ze maar 139 gulden. Is te geef, is voor niks. Enkel, ik heb het niet. Ai, ja. Ja. Blijf je toch lekker op de bus. Simon, ik moet die functie hebben. Een ruime dienstwoning met een riante tuin op het zuiden. Jacobus, ik weet het goed gemaakt. Ik leen jou die poen. Heel goed, Simon. Uit het budget van de Bruyne. Natuurlijk. Enkel, maak ik er natuurlijk wel een reportage van. Heel fijn, met een voorpagina. Foto, alles erop en erop. Nou ken ik je weer. Ah, voortaan wel rosbief, hè? Krijg nou die functie, toch? Daarom. Dus Nel, wij zitten zeer binnenkort met z'n tweetjes in onze tuin op het zuiden. Mooie zonsondergang, de tulpen staan te bloeien, vogeltjes kwinkeleren in de bomen. Glaasje sherry erbij, moet jij eens kijken. Zij het gras maar maait. Neem ik natuurlijk een tuinman voor, een Turk of zo. Ja, Pio. Hi Nel. Hi Sien. Kijk eens even mensen. Een exclusief interview met Sien Connery. Wat is het toch een geweldige krant. Exclusief interview met Sien Connery? Overgeschreven uit de Telegraaf, maar daar gaan we. Jacobus, zullen wij zakelijk gezien eventjes tot Mekander zien te komen? Heel goed, Simon. Mooi, dan heb ik hier ook dus de 139 gulden. Heel fijn, Simon. En dan heb ik hier de schuldbekentenis. De schuldbekentenis? Zakelijk, Jacobus, het is geld van de Bruyne, hè? Dat is waar. Terug te betalen binnen 14 dagen met een rente van 49%. Ja. Heel gewoon op Wall Street. Nee. Nou, jullie zitten toch niet op Wall Street? Natuurlijk wel. De Brown Rotterdam, hè? Tuurlijk, man. We zijn een van de hoofdfondsen. We zitten sinds kort zelfs in de Dow Jones. Oh? Nou, waar komt dit dan op neer? Dit komt neer, Jacobus, op 49% van 139 gulden is 68 gulden 11. Kom je samen op 207 gulden 11. En als jij mij dan 210 gulden geeft, dan praten we nergens meer over. Je kan het ook meteen in de Maas gooien. Wat nou? Je denkt toch niet dat jij de enige bent? Nee, maar wel de beste. Zo is dat. Omdat je een James Bond pak aan hebt? Ja, natuurlijk, Nel. Ik ken het er nooit meer omheen. Doe het ook voor jou, hoor, Nel. Alweer? Alweer, ja. Hier, ik heb weer zo'n vrouw. Neem een Turk aan, heb kritiek op mij. Maar als we straks in Kralingen wonen, ben jij de eerste die met een bondjas loopt. Een James Bondjas. Simon! Geen enkel probleem. Astemblaf, dankjewel. Osman! Goedenavond, Nelly. Goedenavond, Nelly. Ik heb het koffiezetapparaat schoongemaakt. En de deur hermetisch afgesloten. En dit is de omzet van de dag. Dankjewel. Kom verder. Wil je nog een lekker bakje koffie? Mag ik vriendelijk bedanken. Ik moet morgenochtend om 4 uur weer uit de veren. De tomaten wachten vol ongeduld om geplukt te worden. En dienen voor 9 op de veiling te arriveren. Zou je dat niet even natellen? Heeft Osman al gedaan? Inderdaad. Het is 78 gulden en 50 cent. En zit dat er dan ook in? Doe toch niet zo belachelijk, Jaap. Osman is een hele goede kracht. Maar het blijft een Turk. Dat zegt u nu wel, maar ik ben bezig de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Nee, hè? Heeft enorm veel voordelen. Ik kan dan ook deelnemen aan de verkiezingen der Staten-Generaal, der Provinciale Staten en ook der gemeente. Het moet nou toch niet gekker worden. Kijk even, Osman, ik heb hier zo de Bruyne Rotterdammer voor de oriëntering heel goed. En dan moet je goed lezen de politieke commentaar van Huib Scholten.
Vriendelijk bedankt. Zal ik zeker doen. Ik heb al de respectievelijke partijprogramma's opgevraagd. Maar wat kost deze courant? 25 gulden. Simon! Ja, voor niks gaat de zon op, Nel. Oh, dan krijg je die van mij wel. Oké. Het is gratis, hoor. Dank je wel. Tot volgende week. Tot volgende week. Ah, Osman. Waar is de omzet? Heb ik reeds onder de veilige hoede van Nelly gebracht. Ah, ja. Ook goedenavond. En? Was het nog wat vandaag? 78 gulden 50. Zo. Als het erin zit, tenminste. Nou, dat is wel te hopen. Want die schoonheidsspecialiste, dat was een rit uit mijn lijf. Ja. Maar dat ziet er allemaal geweldig uit. Zo'n pak van mijn hart. Een groepschef is een zware functie. En ik denk dat u dat uitstekend aan zal kunnen. Gefeliciteerd met uw benoeming. En welkom bij de RET. Wat nou weer? De pinde! My name is Kooiman. James Kooiman. Kooiman, geweldig! Dat dacht ik ook, meneer Harms. En kijk eens even, klap op de vuurpijl. Twee kaartjes voor vanavond, Sunderbol. Wat jammer nou. Ik ga met vriendje Stokvis naar Heerlijk duurt het langst. Hé? Maar dan ga jij toch met de nieuwe groepschef? De nieuwe groepschef? Ja, meneer Gilmaas. Het is mij een eer en een genoegen om met een zo ervaren chauffeur van de Rotterdamse elektrische tram naar dit cinematografische hoogtepunt toe te gaan. Is dat gebeurd? Jazeker, de heer Gilmaas wordt de nieuwe groepschef. Gefeliciteerd. En als u dan zo vriendelijk zou willen zijn om even daar naast de heer Harms te gaan staan, dan maak ik een hele mooie foto van u beiden. En die komt dan op de voorpagina van de volgende week van de Bruine Rotterdammer. Nou, verder weet je het wel. Ik ben net een schoonheidsspecialiste. Schiet je wel een beetje op, want ik moet ook nog die nieuwe advertentie zetten. Oh, dat doe ik wel. Kom er toch langs. Zo. Nou, ik hang hem hier wel even neer. Houd je lekker in zicht. Zo is het, Jacobus. En het is dat ik denk dat hij mij een beetje groot zou vallen, maar anders wist ik het wel, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, Alibaba. Jacobus. Hij staat nou wel boven je, hoor. Helemaal niet. Hij werkt bij de tram. Ik heb hier kort, maar zeer, zeer prettig gewerkt. Waarvoor ik jullie beiden heel hartelijk wil bedanken. Heel graag gedaan, hoor. Oh, fijn. Ik ga nu naar mijn nieuwe onderkomen kijken. Het is een ruime dienstwoning met een riante tuin op het zuiden. Ja, dat weten we nou wel. Maar is het niet een beetje groot voor jou alleen? Mijn middelen stellen mij nu in staat om mijn vrouw en kinderen over te laten komen. Oh, gefeliciteerd. Wat een prachtig kostuum. Ja, hè? 150 gulden is te geef. Dat is toch wel te groot voor ons, man. Geen enkel probleem. Mijn vrouw kan dat makkelijk vermaken. En dan is er misschien nog wel stof genoeg over voor een mantelpakje voor haarzelf. En voor de kinderen allemaal een korte broek.